heel veel onzekerheid. Zijn speech voor de studenten van de Hogeschool UC Leuven-Limburg ligt er niet om. Regeren in turbulente tijden. Na exact 4 maanden in de regering als minister van Financiën kan Johan van Overtveld erover meespreken. De crisis weegt op iedereen. We moeten die vicieuze cirkel van negatieve verwachtingen doorbreken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat deze regering met de maatregelen die ze tot nu toe genomen heeft en ook nog zal nemen, daar echt een bijdrage gaat aan leveren. Alleen denken de vakbonden daar heel anders over. Wie moet de crisis betalen, de armen of de rijken? Ja, ik vind dat er wel een compensatie moet komen. Dat iedereen wel zijn steentje bij moet dragen. De rijken. Ja, toch vooral de helemaal bovenaan de rijken. Je bent voor een tax shift? Ik zou het niet weten. Wat betekent dat? Er is duidelijk nog werk aan de winkel. In het debat rond de tax shift en de belasting op grote vermogens haalde de minister zich de woede op de hals van de CD&V en de vakbonden door te pleiten voor een btw-verhoging. Ik ben eigenlijk pro. Als je gaat kijken, als er geen ondernemers meer in België zijn, waar gaan wij dan ons brood gaan verdienen? Als we dus tot een substantiële verlaging van de lasten op arbeid willen komen, en dat is de vaste bedoeling van deze regering, dan moeten we toch wel onder ogen zien dat we langs de kant van de compenserende maatregelen ons zeker niet alleen kunnen beperken tot vermogens en kapitaal, maar dat we zoals OESO, IMF, Europese Commissie allemaal ons aanbevelen ook naar consumptie en milieu moeten kijken. De vakbonden plannen nieuwe acties tegen wat ze het asociale regeringsbeleid noemen. Ik heb er een beetje problemen mee dat de vakbonden zo eenzijdig negatief blijven doen over dit regeerprogramma. Ik hoop dat ze in de komende periode gaan inzien dat we effectief een aantal zaken grondig en ten goede veranderen. Europa heeft een fundamenteel probleem. De tandem Duitsland-Frankrijk werkt niet meer. Blijven Griekenland en Groot-Brittannië in de Unie? Wat met Rusland? En er is de luchtbel China. China is vandaag, en ik wik en weeg mijn woorden, de grootste bubbeleconomie die de wereld ooit gekend heeft. Deze regering zal er over de tax shift en vermogenswinstbelasting tijdens de begrotingsdiscussie van maart wel uitgeraken, zegt Van Overtveld. Ik ben er eigenlijk nogal relatief gerust in. Ik zou durven verwijzen naar die nogal amusante Britse film, The Full Monty. Deze regering gaat The Full Monty doen.